Yo, ik ging vanmorgen door mijn tweede tijdlijn. Ik zag dit bericht en ik dacht... Bij Sint Joris, de Rode Ridder vanaf volgend jaar op een motor. What? Het gaat over een spin-off-reeks van de Rode Ridder, net zoals Amoras dat was voor Suske en Wiske. En blijkbaar zal de Rode Ridder op een motor rijden. Niet op een paard, want het wordt een hedendaagse versie van de Rode Ridder. Nee, we weten hoe dat gaat. Toen Amoras werd voorgesteld, was iedereen zo van... Heilig schennies! Dit zou Willy van der Steen echt nooit goed gevonden hebben. Nee, Suske en Wiske moet voor kinderen blijven. En toch werd Amoras een van de meest succesvolle stripreeksen van de voorbije jaren. Ik heb er zelfs een t-shirt van. En Wiske bleek ook nog eens gewoon een keilekkere griet te zijn. Dus, de Rode Ridder op een motor. Nu, ik denk dat de Rode Ridder wel iets meer gewoon is. Een groen monster, een bloedende viool, een tovenaar die uit het water komt met een trap, een leger van skeletten, een toverfluit, demonen, een vortex omheen de tijd te reizen, mini-mensen, reuze krokodillen, vliegende krokodillen, spoken, elfen, monsters, een zeemonster en nog meer monsters. Dus ik denk dat de Rode Ridder ook wel een motor zal aankunnen. Trouwens, het is niet de eerste keer dat Johan in aanraking zal komen met moderne technologie. Want in album 86, De Duivelszee, zat de Rode Ridder in een duikboot. Dat speelt zich dus af in de middeleeuwen, hè. En nog één reden waarom een motor voor de Rode Ridder een goed idee is. Al sinds mensenheugenis komen er hele knappe vrouwen voor in de Rode Ridder. Ik zal ze even laten zien. Er zijn een aantal voorbeelden. Oh, de eerste ontmoeting met Indigo. Dat ga ik nooit vergeten. Wat een vrouw. En een motor is de perfecte chick magnet. Ah ja! Het zal u dus niet verbazen dat ik heel hard uitkijk naar de spin-off van de Rode Ridder. Heb je mijn proto's van de Rode Ridder al gezien?